Stijn van Gassel, een harde nederlaag. Met wat gevoel sta je hier na afgelopen? Ja, wat je zegt, een harde nederlaag. Ik denk wel met mixed feelings. Uiteindelijk weet je, als je hier komt, dat je het moeilijk gaat krijgen. Hebben we misschien wel een beetje hoop gehad, want je weet dat ze minder het doen zijn. Maar uiteindelijk probeer je dan ook, als je toch de tegendoelpunten tegenkrijgt, de schade te beperken. Maar uiteindelijk zijn het er toch 7 geworden. Daar balen we van. Ik persoonlijk ook natuurlijk als keeper. Dat wil je nooit natuurlijk. Uiteindelijk hebben we genoeg te doen gehad. Moeten we er gewoon uithalen van wat er goed ging. Ook wat er fout ging, natuurlijk kritisch blijven. En nu moeten we het ook weer snel vergeten. Ja, we speelden in een iets andere opstelling. Hè? Met name gericht leek me op het tegenhouden. De schade beperkt houden. Heb ik dat goed in? Jawel, uiteindelijk probeer je dat inderdaad ook te doen. Je weet als je hier speelt en hebben veel kwaliteit. Je weet gewoon dat ze wat te goed te maken hebben. Ook voor hun publiek, voor hunzelf natuurlijk, om de focus erin te houden. Ja, dus voor ons was het ook inderdaad om de schade te beperken. En dat je daarin ook zo min mogelijk tegendoelpunten wil krijgen. Uiteindelijk is het wel gebeurd. Maar we hebben er denk ik alles aan gedaan om er alles aan te doen. Ja, dan duurt het een kwartier voordat die eerste goal valt. Dan denk je, nou ja, wie weet hoe lang je dit kan rekken. Maar ja, als die dan helemaal valt, dan... Ja, je weet gewoon inderdaad, ze hebben individuele kwaliteit. En je weet gewoon van, het kan elk moment gebeuren. En het gaat zo snel inderdaad. En ja, je moet gewoon bij de les zijn. En je moet er gewoon bij blijven. En ja, je ziet als ze inderdaad de 1-0 maken, dan gaan ze nog meer forceren. En dan gaan ze nog meer eigenlijk scheid hebben aan wat er achter hun staat. En ze gaan er gewoon volle bak voor. En dan zie je ook wel de kwaliteiten van hun, ja. En toch stond je nog regelmatig in de weg, met name bij Brobby met zijn kopballen. Jawel, ja, dat wel. Uiteindelijk heb ik wel mijn ding kunnen doen. Ik baal wel van dat er 7 zijn geworden. Uiteindelijk moet ik ook gewoon kritisch blijven. Natuurlijk, aan de ene kant dan heb je toch wel in je achterhoofd dat je toch wel blij bent. Dat je toch nog wel wat redding hebt kunnen verrichten. Alleen ja, dit is niet wat je wekelijks wil. En uiteindelijk moet je er misschien van genieten, maar dat is op dit moment moeilijk te accepteren. Ja. Nee, wat haal je dan uit zo'n wedstrijd nu om mee te nemen? Ja, je ziet toch ook, hun zijn een stukje slimmer, sneller, kwaliteiten zie je gewoon. En daaruit moet je gewoon anders reageren. En ik denk dat vandaag wel duidelijk is geworden. Daarin moet ik gewoon leren. Het team moet daar gewoon in leren en uiteindelijk gaan we door. En een hele snelle kans op revanche, want woensdag wacht alweer het bekerduel. Ja, klopt. Ja, uiteindelijk woensdag MVV inderdaad ook een goede doen. Uiteindelijk willen we gewoon door in de beker. Is het gewoon weer een mooie wedstrijd, een mooie kans om ons weer te laten zien. Dus woensdag moeten we er gewoon weer staan en dat is het belangrijkste.